We staan nu in de kledingbank Maxima in Sappemeer. Wat is een kledingbank nou precies en wat zijn jullie hier eigenlijk zo'n beetje aan het doen? Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dat afvraagt. Maar we proberen mensen een beetje blij en gelukkig te maken. En we denken dat dat te doen door kleding aan de mensen te schenken. Je kent het gevoel waarschijnlijk zelf ook wel. Hè? Als je eerst een nieuwe jas hebt of een lekkere broek die goed zit, dat je denkt van zo. En nou komt de wereld wel op me af. En dat doen wij dus hier ook. We proberen mensen inderdaad goed in de kleding te zetten. En dat ze weer een beetje lol in het leven krijgen. En houden vooral, ja. En als u zou zeggen wat de doelgroep is, wat zou die dan een beetje zijn? Is het een beetje gemixte doelgroep of is het echt een vaste doelgroep waar jullie op focussen? Ja, ik weet niet wat je mixen wil, maar het is van alles wat. Kijk, er zijn hier mensen die komen uit de Oekraïne, die komen kleding uitzoeken, die zijn heel blij. Blond haar, blauwe ogen komt hier, die zijn ook heel blij. En er zijn ook mensen uit andere landen en die kunnen het hier ook prima vinden. Dus dat is van alles wat eigenlijk. En hoe is het eigenlijk zo'n beetje ontstaan? Nou, 10 jaar terug was er iemand en die dacht van, ik ben nu bijna 65, wat ga ik verder nog doen in mijn leven? En die had zoiets van, ja, wat is nog een hoop ellende waar ik wat zou kunnen betekenen? En waar is er heel veel van? Hij dacht van, nou, die vrouwen met al de kleding, daar is heel veel van. En er is ook een grote groep, die heeft gewoon veel minder te besteden. Als we daar nou eens een beetje voor konden zorgen. Nou, zo is het begonnen. Eerst dus wat dameskleding van eentje gekregen, weer aan een ander gegeven. En van lieverlee is het uitgebreid. En we hebben nu 7 filialen met kleding voor mannen, vrouwen en kinderen. Ja, u heeft het net al over 7 filialen. Zijn ze een beetje verspreid over de gemeente Midden-Groningen of zijn ze verspreid door de hele provincie? Het is een beetje de achterliggende gedachte dat we de provincie Groningen behappen. De gemeente Midden-Groningen, hoeveel filialen hebben jullie in de gemeente zelf? In de gemeente zelf heb ik niet geteld, maar ik weet gewoon dat dat allemaal aanwezig is. En het is natuurlijk ook, we kijken ook heel goed of het bereikbaar is. Hè? Of mensen kunnen komen met openbaar vervoer of met een bus of met een beltaxi, dat gebeurt ook. Ja, zeker. En niet iedereen wil gezien worden, hè, die hier naar binnen komt. We toch zoiets hebben van, een ander hoeft niet te weten waar ik mijn kleding haal. Dus daarom kiezen we ook vaak met onze locaties wel voor een plek dat het minder in het zicht is. Het is niet midden op de Dam, bijvoorbeeld. Jullie zitten nu vlak bij de BWRI het pand. Ja. En die wordt binnenkort gesloopt met een nieuwe pand. Hoe zit het met jullie dan? Nou, dat is nog even een dingetje. wij zijn nog vreselijk op zoek naar een pand. En we hebben natuurlijk ook nog wel een klein eisenpakketje liggen. Want we hebben een busrijder, die moet eigenlijk wel een beetje onder dak. We willen graag extra opslag. Dat heb ik nog niet eens laten zien. Maar hierachter is ook heel veel ruimte voor opslag. Dat moeten we eigenlijk wel weer hebben. Goede aanvliegroute, dat die bus goed bij het gebouw komen kan. Nou ja, als het dan ook nog een beetje op een leuke plek ligt, dan is het helemaal fantastisch. Voor de mensen die nu zitten te kijken en denken van, nou ja, ik heb het ook niet zo breed. Wat zijn de criteria, waar moet je aan voldoen om hier in aanraking mee te komen? Nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Als je hier komt, dan moet je kunnen laten zien dat je in de schuldsanering of waaijong of bijstand zit. Plus een ID-kaart, dat we kunnen zien dat jij bent. En Humanitas bijvoorbeeld en de voedselbanken, die kunnen ook verwijzen naar onze winkel. En bijvoorbeeld ook directeuren van scholen. En dan heb je wel eens een keer een kind in het vizier dat je denkt, nou, en die kun je dan ook aanmelden. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden, ja. Wat kunt u op het moment aan de kijkers laten zien wat hier in de winkel allemaal is? Wat voor een kleding, wat voor een accessoires, al dat soort dingen. Nou, ik zou bijna zeggen kom kijken, maar zo werkt het niet. We hebben gewoon voor iedereen wat. Als je dan bekijkt, kijk, skijekje, heel klein. En als we dan verder achter in de winkel lopen, daar hebben we bijvoorbeeld broeken en shirts maat 60. Nou, dan past dat ding 10 keer in, hè? Ja. Ja. Nou, dit zijn de rokken voor de dames. Daar heb je nooit genoeg van, maar ja, daar heb jij niet zoveel aan. Nee, helaas niet.
Maar goed, dat is natuurlijk wel leuk dat je keuze hebt. En dan kun je er weer bijpassende shirtjes en vestjes bij kopen. Dus dat is, of krijgen. Dus dat is heel, heel leuk. Hoe zit het dan met vrijwilligers? Zijn die altijd welkom of hebben jullie nu genoeg? Hoe zit het daarmee? Nou, vrijwilligers nooit genoeg. Hè? Altijd gezellig met een grote groep mensen. Maar ja, we willen er graag vrijwilligers bij hebben. En daar doen we wel ons best voor. Hè? En als er eens een keer een open dag is of zo, dan vragen we altijd extra naar vrijwilligers. Maar ja, je moet ook mensen hebben die een beetje in de groep passen. Hè? We willen graag nou, ook dat onze vrijwilligers een beetje een groep vormen op een positieve manier. En ja, ze moeten ook heel licht werk kunnen doen. Onze kledingzakken, afval, die zijn 6 kilo. Die moet je natuurlijk wel kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere. Dus dat kan ook een dingetje zijn. Ja, en we proberen natuurlijk ook mensen uit andere landen. En als die hier komen, kan het best goed uitpakken als ze hier op een andere manier met taal bezig kunnen zijn. Een beetje praktischer en zo. Dus dat is ook best wel aardig, ja. En hoe kunnen mensen zich aanmelden om vrijwilliger te worden? Nou, we hebben een site. Daar kun je natuurlijk alles op terugvinden. Je kunt langskomen en het papiertje invullen. Dus kies uit. Welkom.